het is maar een pilletje, denk je. Maar het is een pilletje voor de rest van je leven. En dan moet het ook nog het juiste pilletje zijn wat jou weer blij gaat maken. Voor mij is een signaal om aan de bel te trekken lusteloosheid. Op het moment dat dat gebeurt, dan meestal ga ik naar mijn arts of specialist van laten we weer even prikken. Ik ga liever voor niets dan dat ik te laat ben weer in het proces met afstellen en alles. Nou, ik heb er best wel een tijdje over gedaan om goed in te stellen. Eigenlijk werd er vroeger helemaal niet zo goed naar gekeken. En ik heb op mijn eigen verzoek ben ik verwezen naar het Radboud UMC. En daar is er meer gaan kijken naar het fijn afstellen. En ik heb toen echt gemerkt dat het heel nauw luistert. Wat voor mij wel heel belangrijk was, is het bijsturen van huisarts en specialist. Continu na die 6 weken bloed prikken. Weer bloed prikken, hoe voel je je, monitoren. En het heeft voor mij wel echt heel lang geduurd voordat ik een klein beetje voelde dat ik dacht, hey, ik heb wat langer energie en dit kan ik weer. En dit ging voorheen niet zo makkelijk. Ik let zowel op klachten als op bloedwaarden. Want op basis van de klachten ga ik vragen of ik bloed mag prikken. En op basis van de bloedwaardes bevestigt het mij of het inderdaad een schildklieraandoening is of misschien toch iets anders. En als het toch blijkt dat ik wat aan moet passen, dan doe ik dat echt met hele kleine stapjes. Ik heb persoonlijk nog nooit het punt bereikt dat ik het gevoel heb dat ik ingesteld ben. Ik ben nu 10 jaar verder. Ik denk dat ik alleen maar meer dingen erbij krijg qua kwalen en ziektes. En qua bloedwaardes moet het kloppen, maar het is heel technisch en gevoelsmatig heb ik het punt niet bereikt. En ik woonde destijds op 1 hoog, moest ik 2 trappen op van 12 treden, want ik heb ze allemaal geteld. En die moest ik in 2 doen. En als je dan merkt dat je in één keer weer naar die eerste verdieping kan lopen, ja, dan ben je zo gelukkig. Dan ben je gewoon apetrots. Welkom bij deze webinar Optimaal Instellen. Ik ben Marco Medici, internist endocrinoloog in het Erasmus. In het komende half uur zal ik u meenemen door de verschillende stappen die van belang zijn om een schildklieraandoening zo goed mogelijk met schildklierhormoon in te stellen. Nou, de opbouw ziet u hier op deze slide en we zullen dit allemaal heel systematisch gaan opbouwen. Eigenlijk als basis, waarom is die schildklier nu zo van belang? De schildklier is een klein vlindervormig orgaan in de hals en die maakt schildklierhormoon. En schildklierhormoon is van belang voor verschillende processen in het lichaam. En dat komt omdat schildklierhormoon effect heeft op bijna elke lichaamscel en dus ook op elk orgaan. En daarom ziet u hier eigenlijk een breed scala aan klachten en effecten van een verstoring van het schildklierhormoon. Dat betekent dus ook dat op het moment dat er problemen zijn met de schildklierfunctie, dat je op verschillende orgaansystemen problemen kan krijgen. Nou, zoals u hier op deze dia kan zien, leidt dat mogelijk tot velerlei klachten. Dat betekent zeker niet dat die bij iedereen aanwezig moeten zijn, maar een breed scala aan klachten is iets wat we dus vaak ook zien. De werking. Nou, de werking ziet u hier weergegeven. Wat belangrijk is dat we beseffen dat niet alleen de schildklier, maar ook de orgaantjes die daar boven zitten, de hypothalamus en de hypofyse, een rol spelen. De hypothalamus maakt het hormoon TRH. Dat stimuleert de hypofyse tot aanmaak van TSH. En TSH stimuleert de schildklier tot aanmaak van het schildklierhormoon T4. Dat is het nog inactieve hormoon. En dat wordt in verdere organen omgezet in het hormoon T3, het actieve hormoon. Wat voor het verdere verloop van het verhaal ook nog van belang is, is dat de schildklier ook nog een beetje T3 zelf al aanmaakt. Nou, u ziet ook die pijlen van T4 en T3 van de weefsels die richting de hypofyse en de hypothalamus gaan. En dat is heel belangrijk in de werking van de hormonen die bepaald worden, ook door de dokter, waaronder dus het TSH. Want wat gebeurt er? Op het moment dat de schildklier minder goed gaat werken, zal er minder T4 en T3 worden gemaakt. En via dat terugkoppelingsmechanisme leidt dat weer tot een hogere aanmaak van het TSH. Dus die TSH is een hele gevoelige indicator van hoe het met uw schildklierfunctie gesteld is.
Nou, dat staat ook op de volgende dia op een iets andere wijze weergegeven, middels de werking van een cv. Daarmee kan u het vergelijken. En het is dus eigenlijk een heel mooi terugkoppelingsmechanisme waarin zo lang mogelijk zeker wordt gesteld dat er genoeg schildklierhormoon wordt gemaakt. Maar als een bepaalde ziekte op een bepaald moment ernstig genoeg is, ja, dan is de schildklier niet meer in staat om genoeg aan te maken, dan wel gaat hij op een bepaald moment te veel aan hormoon aanmaken en faalt dus dat terugkoppelingsmechanisme. Dus belangrijke factor, niet alleen de schildklierhormonen, maar voornamelijk dat TSH is erg belangrijk voor het bepalen van hoe het met de schildklier gaat. Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat je te weinig schildklierhormoon hebt? Zoals u kan zien op deze slide kan je eigenlijk een hele brede scala aan klachten krijgen. En dat zijn zowel lichamelijke als psychische klachten. Nogmaals, allemaal hoeven ze niet aanwezig te zijn, maar de meeste patiënten hebben wel één of meerdere klachten. Als we dan kijken naar de meest voorkomende oorzaken van schildklierziekte, zal ik me voornamelijk hier richten op de lage schildklierfunctie, de hypothyreoïdie. En van de hypothyreoïdie wordt eigenlijk het veruit het grootste gedeelte veroorzaakt door een auto-immuunproces. En dat noemen we de Hashimoto's hypothyreoïdie. En het woord zegt het al, het is auto-immuun. Dus dat betekent dat uw afweersysteem zich heeft gericht tegen die schildklier. En op zo'n manier leidt tot een mindere functie van de schildklier. Dat komt heel veel voor. Naast die auto-immuunhypothyreoïdie zijn er ook andere oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een lage schildklierfunctie tijdens of na de zwangerschap. Een ontsteking van de schildklier, dat noemen we een thyreoïditis. Sommige mensen worden geopereerd aan een knobbel, goed dan wel kwaadaardig van de schildklier, waardoor de schildklierfunctie na die operatie ook minder is. Radioactief jodium is een behandeling die gebruikt wordt om weer een hoge schildklierfunctie te behandelen. En als daar als dat wordt gegeven, kan dat in een deel van de mensen leiden tot het doorschieten van de schildklierfunctie naar onder toe, waardoor je een lagere schildklierfunctie hebt. Nou, allemaal redenen die dus een lage schildklierfunctie kunnen verklaren. En als laatste zijn er steeds meer medicijnen die inderdaad ook een lage schildklierfunctie kunnen veroorzaken. Nou, als we dan gaan kijken, wat is nou de behandeling? Nou, de behandeling van een lage schildklierfunctie is het hormoon T4. Zoals ik al noemde, schildklier maakt voornamelijk dit hormoon. Dat is nog het inactieve hormoon, maar dat wordt in andere weefsels omgezet tot het actieve hormoon T3. Nou, er zijn verschillende merken en de verschillende merken die er zijn leiden tot ook verschillen in opname. De behandeling van een lage schildklierfunctie is met het hormoon dat het meest door het schildklier wordt gemaakt en dat is hormoon T4, levothyroxine. Nou, wat is levothyroxine nou precies? Zoals genoemd, dat is echt het hormoon dat door de eigen schildklier wordt gemaakt. Het heeft dus in de cellen ook dezelfde werking als het natuurlijke schildklierhormoon. Op het moment dat uw schildklier een iets verminderde functie heeft, dan hoef je niet een hoge dosis te geven, maar vul je het met het hormoon T4 aan totdat je normale bloedwaarde hebt. Op het moment dat de schildklier een mindere werking dan dat heeft, geef je meer schildklierhormoon. Het is dus niet zo dat per definitie altijd een lagere dosis beter is. U krijgt die dosis die nodig is om op normale schildklierwaarde te komen. En het is niet zo dat dit medicijn dus de schildklierziekte geneest of hetzelfde schildklier stimuleert. Nee, het is echt een vervanging van het hormoon. Nou, nu zijn er in Nederland meerdere fabrikanten van schildklierhormoon. En elk preparaat T4, dus van de verschillende fabrikanten, kan verschillende eigenschappen hebben met betrekking tot de opname van die tabletten. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je over zou gaan van het ene naar het andere merk, dat je een aanpassing moet krijgen in de dosering. Nou, op grond daarvan wordt ook sterk geadviseerd om niet te wisselen qua merk schildklierhormoon, omdat dat leidt tot behoefte aan een nieuwe instelling en mogelijk bij u ook tot klachten.
Dan het stukje instellen. Nou, bij het stukje instellen staat eigenlijk hier op de slide heel systematisch weergegeven wat zijn nou de verschillende stappen die genomen gaan worden. En het belangrijkste is dat op het moment dat je gaat starten met schildklierhormoon, het eerste doel is om van de abnormale schildklierwaarde die u heeft te gaan richting het normale gebied. En het normale gebied is waarde van de TSH die binnen de zogenoemde referentierange liggen. En wat betekent een referentierange nou? Nou, dat is die waarde die ook door het laboratorium wordt gebruikt, waartussen de meeste mensen goed zitten. En dat is gebaseerd op een grotere groep mensen. Dus gemiddeld genomen kan je zeggen dat als jouw waarde binnen die referentierange zit, dat voor jou ergens binnen die referentierange ook de daadwerkelijke waarde is die voor jou natuurlijk is. Maar dat weten we natuurlijk niet voor een individuele, voor een specifieke patiënt. Het eerste doel is dus gaan richting die referentiewaarde. En vervolgens, als je eenmaal binnen die referentiewaarde zit, ga je je nog meer richten op wat is nou specifiek voor u de waarde die echt bij u past. Nou, dat zal ik wat verder toelichten in de komende dia's. Wat belangrijk is om te noemen is, wat maakt nou levothyroxine zo bijzonder? Nou, dit middel heeft een wat langere halfwaardetijd. Dat betekent dat het lichaam er langer over doet om het af te breken. Dus het heeft geen zin om al na een enkele dagen een nieuwe bloedspiegel te bepalen. Nee, stabiele bloedspiegels bereik je pas na gemiddeld een week of 6. Dat is de reden waarom het bepalen op een kortere termijn eigenlijk niet zinvol is. En wat ook belangrijk is, op het moment dat u ook maar een klein beetje in dosering omhoog en omlaag gaat, dan kan het zijn dat u ook al doorschiet buiten de referentieranges, buiten die waarden die ik net noemde. Dus er is een nauwe bandbreedte. Het kan heel nauw luisteren. Nou, ik heb het net al eventjes genoemd, die referentiewaarden. Die referentiewaarden zijn hier dan voor TSH, als u uw bloed laat prikken bij dit lab, 0,4 tot 4,0. Dus nogmaals, dat betekent dat in een grote groep mensen men gemiddeld waarde heeft, gezonde mensen, tussen 0,4 en 4,0. Dat betekent dat dat ook een heel goed doel is voor de gemiddelde persoon om naartoe te werken. En dat is dus wel per lab verschillend. Dus, en zal ik later terugkomen, op het moment dat u uw bloed laat prikken, ja, dan is het wel goed om te beseffen dat het ene laboratorium een andere referentiewaarde kan gebruiken in vergelijking met het andere laboratorium. Nou, op het moment dat u buiten die referentiewaarde zit, als hier ook hier weergegeven, dan betekent het dat u te veel of te weinig schildklierhormoon krijgt. Dus respectievelijk te snel eigenlijk en een te langzaam werkende schildklier heeft. Wat is van belang? In die eerste fase start je met een dosering waarvan je denkt dat die voor de specifieke patiënt goed is. Nou, op het moment dat u al wat forsere afwijkingen heeft in de schildklierfunctie, dan start je eigenlijk met een dosis die goed genoeg is om de hele schildklierhormoonproductie van de eigen schildklier te dekken. En dat is zo'n 1,6 microgram per kilogram. Dus een wat hogere dosis. Op het moment dat het allemaal mild is, of u bent wat ouder, of er zijn andere ziektes zoals hartklachten, dan kan je, en is het in sommige gevallen ook wat veiliger, om wat lager te starten met doseringen van bijvoorbeeld 25 of 50 microgram. Dus een beetje afhankelijk van hoe uw eerste bloedwaarden zijn, bepalen ook wat uiteindelijk de eerste dosis is waar u mee start. Nou, dat zijn wel de eerste stappen die gezet worden. En zoals genoemd, je werkt dan richting een TSH-waarde die in dat referentiegebied ligt. Dat is dus het grove instellen. Dan het fijne instellen. Nou, als je eenmaal een TSH-waarde hebt die binnen die referentiewaarde ligt, dan is puur medisch gezien, qua risico op complicaties op lange termijn, de dokter eigenlijk tevreden. Wat belangrijk is, is dat ook voor u, u zegt van nou, dit is bij mij wel de waarde die bij mij past. Dit is voor mij de optimale waarde binnen dit referentiegebied. Zoals genoemd, dat weten we niet per patiënt wat dat is, want we weten niet wat uw TSH-waarde was voordat u ziek werd natuurlijk.
En daarom is het van belang om samen op zoek te gaan naar een waarde die bij u geen of in ieder geval zo weinig mogelijk klachten geeft. Nou, dat is in goede samenspraak met de arts en betreft dus kleinere stapjes. Denk aan 12,5 of zelfs minder microgrammen. En zoals hier weergegeven, de klachten daarin zijn leidend met behoud van een TSH binnen de referentiewaarde. Nou, ik noemde het al even, kleine stapjes. Ja, 12,5 microgram kan je doen. In een minderheid van de patiënten zijn zelfs kleinere stapjes ook nodig. Maar er zijn inderdaad wel een aantal patiënten bij wie echt het een verschil uitmaakt of ze 6,25 microgram hoger of lager zitten. Nou, dat is dus een zoektocht die u samen met uw behandelend arts doorloopt. En zoals genoemd ook hier, ondanks dat de behoefte er zal bestaan om eigenlijk snel het effect van een aanpassing te beoordelen, zowel qua klachten als ook in het bloed, is het goed om hier wel genoeg tijd overheen te laten gaan. In ieder geval voor de bloedwaarde is het zo dat het weer zinvol is om na 6 weken of langer weer een bloedwaarde te prikken. Dus ook deels ja, op je handen blijven zitten en nog niet direct weer na 1-2 weken weer een aanpassing doen, is echt essentieel. Want als je eenmaal een aanpassing hebt gedaan in een bepaalde dosering, zal je niet na een jaar, als u erachter komt van ja, eigenlijk weet ik niet meer wat mijn goede dosering is, weer teruggaan naar die dosering. Dus advies zou ook zijn, probeer elke dosering gewoon goed voor een wat langere periode uit. Dan, ja, wat is een optimale TSH-waarde? In principe is het zo dat een optimale TSH-waarde een waarde is die binnen het normale referentiegebied zit, puur medisch gezien, en voor u de minste klachten geeft. Dat is eigenlijk de beste combinatie die je kan hebben. Gemiddeld genomen zullen mensen zitten op een TSH-waarde van ongeveer rond de 1. Dus dat is geen gekke waarde om je eigenlijk als eerste op te richten. Op het moment dat je bloed prikt, is het wel van belang te beseffen dat als je een bepaalde waarde hebt van je TSH, maar er is toch een recente dosisaanpassing geweest of er zijn andere factoren die de opname bijvoorbeeld beïnvloeden, dat je wel een bepaalde waarde kan meten, maar dat die niet per definitie stabiel hoeft te zijn, die TSH-waarde. Dus je moet altijd in het achterhoofd houden, zijn er andere factoren geweest, en daar komen we ook straks op terug, die daadwerkelijk jouw TSH-waarde kunnen hebben beïnvloed in de laatste tijd. En dan moet je dus op een andere manier naar die TSH-waarde kijken. Nou, zoals ook al even genoemd, het is een langdurig proces. Het is, omdat het zo voor de kwaliteit van leven van mensen van belang is, is het ook wel goed om hier echt de tijd voor te nemen. En om elke dosering, zoals genoemd, ook echt een kans te geven. Dus het is niet raar dat mensen hier zeker maanden, maar in sommige situaties ook wel meer dan een jaar over doen om systematisch eigenlijk dat hele gebied af te gaan. En daarbij is ook van belang dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat op het moment dat jij een stabiele TSH-waarde hebt bereikt, dat ook daadwerkelijk hoe je je nu voelt helemaal weergeeft hoe je je uiteindelijk zal voelen bij die TSH-waarde. Daar hebben we niet goede wetenschappelijke gegevens over, maar de ervaring is toch wel dat die klachten nog wel wat achter ook kunnen lopen bij de bloedwaarde. Dus dat is ook een extra argument om aanpassingen genoeg tijd te geven. Nou, wat kan er gebeuren op het moment dat je toch te hoog zit met een dosering? Hè? We maken een inschatting, bijvoorbeeld die 1,6 microgram per kilogram, maar dat geldt niet voor iedereen, dat weet je niet van tevoren. Dus kan het zijn dat u te hoog zit. Nou, als u te hoog zit in schildklierhormoon, kan dat dus eigenlijk heel logisch leiden tot de klachten van de te hoge schildklierfunctie. Eigenlijk al die orgaansystemen die ik noemde, moet u zich voorstellen dat die thermostaat die we hadden als voorbeeld eigenlijk hoog staat. Dus denk aan op het niveau van het hart en snelle hartslag. U voelt zich gejaagd, u bent wat meer geïrriteerd, er zijn spier- en gewrichtsklachten. En tegelijkertijd, op het moment dat iemand weer te laag zit in dosering, ja, moet je eigenlijk de andere richting om denken. En staat die thermostaat eigenlijk laag in alle organen en heb je juist meer last van bijvoorbeeld een trage stoelgang, vermoeidheid, etc. Nou,
Nogmaals, al die klachten hoeven niet aanwezig te zijn. Sterker nog, we zien vaak ook een combinatie van, zeker in het normale gebied, binnen die referentiewaarde, van zowel klachten die bij een lage dan wel een hoge schildklierfunctie kunnen passen. Dus dit is niet een zwart-wit verhaal. Nog samengevat, hoe stel je nou in? Eerst de grove instelling, met vooral de focus op die referentiewaarde. En vervolgens het meer fijner instellen, waarbij het bij behoud van die referentiewaarde het voornamelijk van belang is hoe je zich voelt en wat de klachten zijn. Nou, wat belangrijk is, behalve dat gesprek in de spreekkamer en dat u bij uzelf nagaat van hey, wat zijn nou voor mij de laatste tijd de meest optimale doseringen geweest, is dat ook het omgaan van hoe je de medicatie inneemt essentieel kan zijn in het wel of niet hebben van klachten en stabiliteit ook van de bloedwaarde. Nou, hier staan wat, wat tips eigenlijk op deze dia. De basis, en dat is misschien heel logisch, maar probeer een routine op te bouwen met het innemen van schildklierhormoon. Slik eigenlijk elke dag op dezelfde wijze. Daarbij is het van belang om de medicatie nuchter in te nemen. Dat betekent dat de meeste patiënten het in de ochtend zullen innemen en minstens een half uur niet zullen eten. Niet zullen eten, maar ook niet zullen drinken, waarbij bijvoorbeeld koffie een hele belangrijke is. Er zijn toch eigenlijk wel een aantal patiënten die pas na een paar jaar erachter komen van oh, die kop koffie, om me dat opkikkertje 's ochtends te geven, is toch iets wat leidt dat ik wat wissende bloedspiegels heb. Dus dat is belangrijk. Als je niet 's ochtends nuchter inneemt, doe het dan in ieder geval 2 uur na die voedselinname, zodat die voedsel weer de maag uit is en er geen rol meer is voor de mogelijke opname van het schildklierhormoon. Nou, naast deze zaken is het zo dat het wel van belang is dat als u uw bloedwaarde laat prikken en je wil vooral weten van hey, op welke TSH-waarde zit ik nu ten opzichte van de vorige keer, dat je dus wel rekening houdt met het lab waar je laat prikken. En ook voor het prikken geldt dat het fijnste is als dat onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Bijvoorbeeld in de ochtend voor de medicatieinname, dat is eigenlijk de meest ideale situatie. Als dat nou niet lukt, ja, dan kan je een aantal uren tussen het slikken en het prikken laten. Met betrekking tot het bewaren, daar staat hier op deze slide vooral in de originele verpakking op een donkere, droge, koele plaats. Dat is zeker van belang, maar ik zou zeker adviseren om altijd in de bijsluiter even te checken wat is nou voor deze specifieke pil de instructie. Dan, naast het innemen op een nuchtere maag of 2 uur na de maaltijd, is het van belang dat u het niet combineert met bepaalde medicijnen of supplementen die de opname kunnen beïnvloeden. Zoals hier weergegeven, het gaat niet goed samen met calcium, ijzer, magnesium en maagzuurremmers. Denk ook bijvoorbeeld aan rennies. Dat kan allemaal de opname van schildklierhormoon beïnvloeden. En op die manier leiden tot wissende bloedwaarden. En dan weet je ook niet meer of die specifieke TSH-waarde die dus bepaald is, of die wel stabiel is bijvoorbeeld. En dus goed weergeeft wat u over de laatste tijd ook heeft gevoeld qua klachten. Al deze factoren leiden tot een verstoring van de opname van het schildklierhormoon. En dat maakt dus dat we echt adviseren om deze zaken te scheiden. Naast deze middelen zijn er verschillende middelen die effect kunnen hebben op de opname van schildklierhormoon. Wat daarbij een belangrijke factor is, is eigenlijk het vrouwelijke hormoon, oestrogeen. En die zit in anticonceptiemiddelen, in medicatie die juist oestrogenen tegengaat, kan van belang zijn. Als ook de overgang is van belang, omdat dan de oestrogenen ook wegvallen. Wat doen die oestrogenen? Die zorgen namelijk voor dat de binding van het schildklierhormoon wordt veranderd. En dat betekent dus in de praktijk dat u een veranderde dosis mogelijk nodig heeft van uw schildklierhormoon. Dus op het moment dat u gaat starten met een van deze medicijnen, dan wel u zit in de overgangsperiode, dan kan het zinvol zijn om nog een extra controle te doen van uw schildklierwaarde.
Nou, daarnaast zijn er, zoals genoemd, vele factoren, ook ziektes, die de opname van schildklierhormoon kunnen beïnvloeden. Hier zijn er een paar veel voorkomende weergegeven, zoals celiakie, de glutenovergevoeligheid, de lactose-intolerantie en een maag-darm-infecties. Het is eigenlijk heel logisch op het moment dat dat orgaan, de darm, verstoord is door deze ziektes, ja, kan die ook minder goed het schildklierhormoon opnemen. Dat kan dus leiden tot een verstoring in de bloedspiegels en dat kan ertoe leiden dat sommige mensen ook heel moeilijk in te stellen zijn. Er zijn vele andere situaties die schildklierhormoon kunnen beïnvloeden. Een paar zijn hier uitgelicht. Verandering van gewicht. Ik heb al even die zoveel microgram per kilogram. Dat houdt dus in dat de hoeveelheid schildklierhormoon die u nodig heeft, dus wel gerelateerd is ook aan gewicht. Op het moment dat u fors zou afvallen of juist zou aankomen, dan kan het zijn dat u minder of meer schildklierhormoon nodig heeft. Op het moment dat je veroudert, gaat ook de lichaamssamenstelling veranderen. Vetmassa versus spiermassa. En ook dat kan een effect hebben op de behoefte aan schildklierhormoon. Nou, die overgang is ook al eventjes genoemd. En dan zijn er eigenlijk nog een breed scala aan factoren die mogelijk effect kunnen hebben op schildklierhormoonspiegels. Zoals bijvoorbeeld ziekte, stress, stoppen met roken. Het is lang niet zo dat voor al deze factoren het ook wetenschappelijk bewezen is dat dat effect heeft. Maar sommige patiënten die merken dat. En op het moment dat er klachten zijn in deze fases, is het altijd goed om een keer extra de schildklierhormoonspiegel te laten controleren. Nou, de vraag is, als u dit traject heeft doorlopen met die verschillende doseringen en u heeft nog steeds klachten, wat dan? Dat is iets wat helaas wel heel regelmatig voorkomt. Wat dan belangrijk is, is om je eigenlijk niet blind te staren op alleen de schildklier. Want het feit dat u een schildklierziekte heeft, beschermt u niet tegen het krijgen van andere zaken. Dus altijd een open blik, waarbij een belangrijke rol is voor uw arts of uw huisarts, is daarin van belang. Misschien is het iets dat totaal niks met de schildklier te maken heeft en heeft u en bloedarmoede door een andere oorzaak. Dus dat is één. Wat wel van belang is, op het moment dat u een Hashimoto, dus een auto-immuunschildklierziekte heeft, weten we dat mensen met een auto-immuunziekte een hoger risico hebben op ook andere auto-immuunziekten. En een paar staan hier genoemd op deze slide, waaronder bijvoorbeeld een vitamine B12 tekort. Dat is eigenlijk van het hele rijtje degene die nog het meeste geassocieerd is, waar een relatie is met de Hashimoto. Wat wel duidelijk moet zijn, u heeft een verhoogd risico op een vitamine B12 tekort, maar in het grootste gedeelte van de mensen is dat niet het geval. Maar dat is nou wel iets waar het nuttig is om bijvoorbeeld op te prikken op het moment dat er toch blijvende klachten zijn. Glutenovergevoeligheid is al even genoemd, dan minder vaak voorkomend de bijnierschorsinsufficiëntie, de ziekte van Addison. En de diabetes. Dan is het de vraag op het moment dat je vervolgens kijkt van zijn er nog andere oorzaken? En eigenlijk uit dat screenende onderzoek wat ik net heb beschreven komen geen duidelijke factoren uit. En er zijn ook geen factoren die u kan aanwijzen in uw persoonlijke privéleven waar u van zegt van ja, maar dat is een duidelijke reden waardoor ik bijvoorbeeld meer gestresst of meer vermoeidheidsklachten heb. Ja, wat dan? Nou, we weten dat wat ik nu omschrijf, dat er toch in een aanzienlijk deel van de mensen voorkomt. Zo'n 15-20% van de mensen met T4-therapie heeft, ondanks dat ze normale TSH-waarden hebben, blijvende klachten, zogenaamde restklachten. Ja, dat is dus een breed scala aan klachten. Dat is ook logisch, omdat schildklierhormoon dus effect heeft op eigenlijk alle organen in het lichaam. En dat maakt dus dat die klachten kunnen variëren in meer of mindere mate van psychische tot lichamelijke klachten. En ik had het al even in het begin van dit verhaal al even aangestipt. Die schildklier die maakt niet alleen T4, maar naast de T4 maakt het ook T3. En op het moment dat je iemand gaat behandelen voor een verminderde schildklierfunctie,
Zou je kunnen zeggen van nou, waarom geven we naast T4 niet ook dat kleine beetje extra T3 wat die schildklier ook namaakt? Nou, dat zou eigenlijk de meest normale manier zijn om die schildklierfunctie te vervangen. Nou, het feit dat T4 in andere weefsels wordt omgezet in T3 maakt het dat de meeste mensen zich onder T4-therapie goed voelen. Maar het zou wel een verklaring zijn waarom toch 15 tot 20% van de mensen zich niet goed voelt. Het feit dat die toch die T3 die door de schildklier zelf wordt gemaakt, dat die T3 niet krijgen. En dus zou een proefbehandeling gestart kunnen worden met naast de standaard T4-therapie ook een lage dosis T3, de zogenaamde combinatietherapie. Nou, er zijn eigenlijk al heel veel studies in het verleden naar gedaan, al sinds de jaren 90. En daar is geen definitief antwoord op de vraag of dit nou een effectieve therapie is voor mensen met deze restklachten. Nou, in ons veld is er eigenlijk grote overeenstemming dat dat komt omdat die studies tot nu toe hele belangrijke beperkingen hebben. En daarom niet een duidelijk antwoord kunnen geven of dit nu wel of niet een effectieve therapie is. Nou, om deze reden is het zo dat wij in een groot Nederlands samenwerkingsverband tussen meerdere ziekenhuizen, meerdere endocrinologen en onder andere ook de patiëntvereniging hebben besloten om een grote studie op te richten in Nederland, in totaal 15 centra, om uiteindelijk definitief de vraag te kunnen beantwoorden, is nou deze combinatietherapie wel of niet effectief en als die effectief is, in welke patiënten? Nou, deze studie heet de T3 for Hypotrial. En als u daar wat meer informatie over wil hebben, omdat u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent om deel te nemen, dan kan u op de websites kijken die hieronder zijn weergegeven van zowel de studie zelf als ook op de website van de patiëntvereniging. Zoals ik eigenlijk al een beetje liet doorschemeren in mijn hele verhaal, is dus samenwerking tussen patiënt en arts in deze heel erg van belang. Het goede instellen, dat gebeurt in samenspraak tussen patiënt en arts. Wat handig dus is, is voordat je op de poli komt, lees je in wat je precies hebt. En geef ook daadwerkelijk aan hoe het gaat. Wat zijn de klachten? Wat voor effect heeft dit nu op uw dagelijks leven? Om zo een gewogen beslissing te nemen, welke stap te nemen in medicatieaanpassing. Nou, de basis is natuurlijk dat je alleen maar bloedwaarden goed kan beoordelen op het moment dat het stabiele waarden zijn. Dus noem het als u bijvoorbeeld ziek bent geweest, maar noem het ook als u misschien wat minder trouw bent geweest in de inname. Of wat minder precies bent geweest in de inname. Dat is allemaal heel belangrijk om mee te nemen om juiste beslissingen te kunnen maken. Hetzelfde geldt voor andere medicijnen die u dus bijvoorbeeld bent gestart. Wat de basis is, is doe een aanpassing alleen maar in samenspraak met de arts. Helaas komt het toch wel eens voor dat mensen zeggen, nou, ik ga toch voor een paar weken proberen om een iets hogere dosis. Maar ja, dan geef je bloedwaarde niet helemaal weer wat nou exact die dosis was die u heeft gebruikt. Want u heeft bijvoorbeeld die dosis maar 3 weken gebruikt. Ja, wat zegt die bloedwaarde dan? En als u het maar 3 weken heeft gebruikt, ja, wat zegt dat dan daadwerkelijk over deze specifieke dosis voor u voor klachten op de lange termijn? Dus ben gewoon transparant tegen uw arts. En op grond daarvan is dat gewoon een goede basis om mensen specifieker in te stellen. En helaas is het vaak een kwestie van geduld, maar het is het wel heel veel waard om dat geduld te hebben, omdat je alleen maar goed op zoek kan gaan naar een juiste dosering op het moment dat u dat geduld ook heeft. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik hoop dat u deze presentatie informatief vond. Fijn, dokter Medici, dat u ons vandaag wilt ontvangen hier in het Erasmus Medisch Center in Rotterdam. We hebben het vandaag over optimaal instellen. En een van de vragen die wij vaak horen vanuit onze achterban, vanuit onze patiënten, is er wordt gesproken over een setpoint. Dat optimale setpoint voor elke patiënt. En dat ligt vaak rond de 1. Maar stel dat mijn setpoint op een ander getal ligt. Wat zegt dat dan? Nou, het kan heel goed dat uw setpoint bij een ander getal ligt.
Het is gemiddeld genomen zo dat mensen in het referentiegebied zitten. En een groot deel zit rond de 1, maar er is ook een aanzienlijk deel dat verder weg van de 1 ligt. En dat weten we van tevoren niet bij een bepaalde patiënt. En dat maakt dat het van belang is om eigenlijk systematisch na te gaan waar iemand binnen dat referentiegebied ligt. Maar omdat een aanzienlijk deel van de mensen toch rond die 1 ligt, kan het een aanpak zijn om je eerst op die 1 te richten. En als dat geen soelaas biedt om naar andere waarden te gaan. En dat is ook de manier waarop de huisarts daar naar kijkt? Dat is de manier waarop wij als internist en endocrinologen gewend zijn om er naar te kijken. Een huisarts zal gemiddeld genomen wel zich richten op de referentierange, dus op de waarde die voor een grotere groep mensen normaal is. Of voor elke huisarts geldt dat hij specifiek zich eerst op die 1 zal richten, dat ja, durf ik niet te zeggen. Dat zal per huisarts verschillend zijn. Ja, maar het is denk ik wel goed om te beseffen als patiënt dat die 1 niet heiligmakend is. Absoluut niet. Dat die optimale instelling voor hem dat, of haar is echt dat punt waarop hij zich weer goed voelt. En waarop hij geen klachten meer heeft, toch? Ja, en dat kan prima verder verwijderd van die 1 liggen. Als we praten over hormonen, we hebben het natuurlijk over T4 en T3... kunt u vertellen wat nou het actieve hormoon is en het inactieve hormoon? Ja, nou, T4 is het hormoon dat door de schildklier wordt gemaakt in eigenlijk de grootste hoeveelheid. Maar dat is ook het inactieve hormoon. Dat wordt in verschillende organen omgezet in het actieve hormoon T3. En zoals even ook genoemd, maakt de schildklier ook al zelf een klein beetje van dat actieve hormoon T3 aan. Oké, dus als ik het goed begrijp, is de levothyroxine die wij als patiënt slikken, is een vervanging van het T4-hormoon. Zeg ik dat dan goed? Ja, correct. Oké, en dat is ook, want die vraag komt ook wel eens, moet ik dan minderen, hè, want dan ben ik weer beter. Maar dat is dan niet de juiste veronderstelling, denk ik. Nee, wat het geval is, als er bij u een schildklieraandoening is vastgesteld en er dus abnormale bloedwaarden zijn, ga je met de behandeling werken naar normalere bloedwaarden, naar waarden binnen de referentierange. Als je eenmaal een goede instelling hebt bereikt, ja, dan bereik je die goede instelling met dat hormoon. Dat kan je niet weghalen. Dat hormoon zorgt er niet voor dat u bent genezen van de schildklierziekte. U heeft die bloedwaarde door die hoeveelheid hormoon. Dus het is iets waar je aan vastzit. Oké, duidelijk. En dan is het ook wel zo dat je krijgt van u als voorschrijver een bepaald preparaat voorgeschreven. En dan is het niet raadzaam om dat te wisselen. Dat is zelfs echt af te raden. Kunt u uitleggen hoe dat komt? Nou, dat komt omdat het hormoon dat in die verschillende merken zit hetzelfde is qua activiteit. Het is allemaal vergelijkbaar met het hormoon dat onze gezonde schildklier maakt. Wat verschillend is, is dat er bijvoorbeeld andere vulstoffen in kunnen zitten. En dat maakt dat elke merk op een andere manier opgenomen kan worden. En dat maakt dus ook dat als de opname anders is, dat je als je wisselt van het ene naar het andere merk ook een andere dosering nodig kan hebben. Dat is een hele mooie grote Nederlandse studie die enkele jaren geleden is gedaan, waarin is aangetoond dat echt een groot gedeelte van de mensen die geswitcht is van T-Rax naar een ander merk, daadwerkelijk ook een andere dosering nodig hadden. Dus het is inderdaad af te raden om een andere merk te gaan gebruiken. Ja. Ja, en als ik me goed herinner in die periode dat die omzetting vanaf T-Rax was noodgedwongen. Het was niet meer verkrijgbaar van de een op de andere dag. En dat heeft echt voor tienduizenden mensen hele grote problemen ook met zich meegebracht. Ja. Hè, om die wijziging te accepteren en zich weer goed te gaan voelen. Ja, exact. Dus niet doen, hè? Niet doen. Niet doen. Nee. Nou kan het ook zijn dat, het is altijd ingewikkeld als we praten over waarden. Hè, en dat is natuurlijk logisch, waar u als voorschrijver toch ook naar kijkt. Als die bloedwaarden, die referentiewaarden goed zijn en die patiënt voelt zich niet zo goed, heb je als patiënt al snel de neiging om te denken, die waarde kan niet goed zijn, want ik voel me niet goed. Nou is dat natuurlijk denk ik ook zo op lange termijn, maar u gaf al eerder aan, die eerste paar weken zegt dat nog niet zoveel hoe u zich voelt. Klopt dat? Ja, het is eigenlijk in twee stapjes op te splitsen. Op het moment dat je een schildklierziekte hebt, je wordt gediagnosticeerd, dan heb je dat in veel gevallen al voor een langere periode. Op het moment dat je dan start met schildklierhormoon, dan kan binnen een paar weken
kan het heel goed zijn, 6 weken gebruiken we daarvoor om weer bloed te prikken, dat jouw bloedwaarde normaal is. Alleen het feit dat jij uit een periode komt waarin jouw lichaam is blootgesteld aan abnormale schildklierwaarden en daar misschien ook op een of andere manier toch ook wel deels aan gewend is geraakt en dan weer waarden in het referentiegebied bereikt, wat misschien wel voor jou gewoon goede bloedwaarden zijn, ja, maakt dat het lichaam zich daaraan weer aan moet passen. En dat maakt dat het in het begin vooral van belang is om te richten op die referentiewaarde, op die bloedwaarde. En dat het daarna fine-tunen met betrekking tot klachten, dat komt in een latere fase. En een ander ding is dat als je toch, ondanks dat je een langere tijd normale referentiewaarden hebt bereikt, dat je restklachten kan behouden. Ja, dat kan door vele factoren komen die we net ook in die presentatie hebben besproken. Ja, en waar nu een onderzoek, grootschalig onderzoek mee loopt. Ja. Onder uw leiding hier in het Erasmus. Ja. Er wordt vaak gesproken over jodium. Kunt u uitleggen wat de relatie is tussen jodium en het gebruik van een schildklierhormoon? Ja. Nou, wat belangrijk is als basis, is dat jodium een bouwsteen is voor schildklierhormoon. Dus voor een normale schildklierhormoon aanmaak heb je jodium nodig. Op het moment dat je een schildklierziekte hebt en schildklierhormoon gebruikt, ja, dan is het belangrijkste in de hele behandeling het gebruik van dat schildklierhormoon en het instellen van de bloedwaarde. Op het moment dat je een gevarieerde voeding hebt, dan zal jouw jodiuminname gemiddeld genomen goed genoeg zijn voor de aanmaak van schildklierhormoon. Dus ook al is het zo als u bijvoorbeeld een lage dosering schildklierhormoon gebruikt en uw eigen schildklier maakt nog zelf een beetje schildklierhormoon, omdat hij niet helemaal ziek is, dan heeft u bij een gevarieerde voeding genoeg aanbod van jodium om te zorgen dat dat niet een beperkende factor is. Dus de boodschap is ook, op het moment dat u een schildklierziekte heeft, is er geen reden om extra jodium of kelp te gaan gebruiken. Ja, dat is eigenlijk zonde van uw aandacht en tijd. Oké, want dat is wel belangrijk, want heel veel patiënten vragen ons ook, is het een goed idee om supplementen te gaan slikken? Ja, nou, supplementen, en dat is dus ook breder dan jodium, daar geldt ook voor op het moment dat u een gevarieerde voeding heeft, dan is er geen reden om aan te nemen dat u echt tekort heeft in een dusdanige mate dat het de schildklierhormoon aanmaak beperkt. En sterker nog, we weten ook wel dat op het moment dat mensen veel preparaten gebruiken, dat die preparaten, bijvoorbeeld zoals ook aangegeven in de presentatie, ook invloed kunnen hebben op de opname van schildklierhormoon. Met andere woorden, op het moment dat er bij u een schildklierziekte is vastgesteld, gevarieerde voeding, zoals voor elke Nederlander, is van belang. En er is geen specifieke reden om bepaalde preparaten te gebruiken. Tenzij de arts bijvoorbeeld bij u echt heeft vastgesteld dat er een tekort is aan een van die... Maar dan is het altijd in overleg met de arts. Ja. En niet zelf dat gaan bepalen en gaan slikken. Nee, dat zou zeker niet mijn advies zijn. En dat geldt ook voor kelp? Dat geldt ook voor kelp, ja. Ja. Als we over supplementen spreken, dan komt biotine, wordt ook genoemd. Hè? Wordt gebruikt door patiënten die last hebben van haaruitval. Heeft dat zin om dat te gebruiken? Nou, wat belangrijk is bij biotine is dat biotine effect kan hebben op de metingen die we doen in het laboratorium. Op de metingen van het TSH en ook van het vrij T4. Dus het is echt van belang om dat te beseffen. En als u dat gebruikt, in ieder geval uw dokter te informeren. En ik adviseer mijn patiënten ook om het gewoon niet te gebruiken, die biotine. Omdat als uw haaruitval zou komen door de schildklier, dan verwacht je ook dat op het moment dat je van een lage schildklierfunctie naar een normale schildklierfunctie gaat, dat op den duur ook die haaruitval, als het komt door dat schildklierprobleem, ook weer herstelt. En dan is biotine niet het antwoord en leidt alleen maar tot verstoringen in je metingen. Dus u zegt eigenlijk dat biotine niet helpt als je haaruitval komt door je schildklieraandoening. Ja. Ja. Een vraag die wij ook regelmatig tegenkomen, die gesteld wordt bijvoorbeeld binnen onze besloten Facebookgroepen, is waar je je medicijn het beste kan bewaren.
Gemiddeld genomen geldt het voor de preparaten die in Nederland beschikbaar zijn dat als je dat op een donkere plaats bewaart en ook niet de medicatie al uit de verpakking haalt, dat dat de beste omstandigheden zijn. Ik denk wel dat het van belang is om te benoemen dat dat misschien in de toekomst voor ook bepaalde preparaten kan gaan wisselen. Dus altijd het advies op het moment dat u een medicijn, dus ook de levothyroxine krijgt voorgeschreven, om altijd even in de bijsluiter te kijken. Want het kan echt uitmaken of je iets donker of niet donker en koel of niet koel bewaart. Ja, dat kan uitmaken. Ja. Dus lees de bijsluiter. Ja. Goed, en dan stel een hele andere vraag. Je hebt een zwangerschapswens en je gebruikt levothyroxine. Op welk moment overleg je met je arts? Nou, op dat moment. Dus, als de wens ontstaat al? Ja, ja, ja. Het is van belang te beseffen dat schildklierhormoon heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Zeker in de eerste fase van de zwangerschap is dat van belang, omdat de schildklier van het kindje zelf nog niet actief is. Dus het is volledig eigenlijk afhankelijk van de tabletten die u slikt. Dat betekent dat dat iets is wat in acht moet worden genomen en het is een situatie waarin ook een hoge schildklierhormoonbehoefte is. Dus dat betekent dus op het moment dat je zwanger wordt dat ook de dosering van schildklierhormoon ook verhoogd moet worden. Nou, om al die dingen dus voor te zijn is het dus goed om tijdig te bespreken of er een wens is. En dan zal ook afgesproken worden dat als die wens er is dat u de arts zo snel mogelijk informeert. Omhoog gaat met de dosering en u ook vervolgd gaat worden door een internist of internist-endocrinoloog. Dat is standaard in de richtlijn ja. Op het moment dat je zwanger bent als schildklierpatiënt. Ja, correct. Oké, duidelijk, duidelijk. En als je nou een keer een tablet vergeet, hè, of je denkt er pas veel te laat aan, kun je dan het beste doen? Ja, nou, dat is een klein beetje afhankelijk van wanneer je de tablet bent vergeten. Misschien als geheugensteuntje is goed om te beseffen dat die halfwaardetijd waar ik het over had in die presentatie, dat die lang is. Dat betekent ook dat het innemen een keer van een tablet iets vroeger of iets later gaat uiteindelijk niet veel effect hebben op uw gemiddelde spiegels in het bloed. Het is belangrijk om het trouw in te nemen, maar als het een keer gebeurt, is er echt geen hek van de dam. Dan zou ik als richtlijn aannemen op het moment dat het nog steeds diezelfde dag is. Als u diezelfde dag nog realiseert van, oh, ik ben mijn tablet vergeten, neem het dan alsnog in. Op het moment dat u zegt van, oh, maar mijn volgende inname, dus in veel patiënten de volgende dag ochtends zit er al aan te komen, ga dat dan niet nog eens inhalen. Oké, je zegt dus dezelfde dag, neem hem alsnog, maar hè, als die volgende dag daaraan komt niet. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die in plaats van 's ochtends, 's avonds hun medicatie nemen. Ja. Hoe werkt het dan? Ja, nou, wat ik dan zou doen is op het moment dat het al tegen de volgende dag 's avonds gaat, nou, dan zou ik gewoon die dosis innemen en dus niet nog die dosis gaan inhalen op het moment dat we zeggen, ergens voor 12 uur 's middags de volgende dag zou ik hem alsnog innemen. Maar zoals u hoort is dat ja, dit komt dit niet is heel niet precies. Dit is niet zwart-wit. Nee. Nee, en überhaupt het verschil van 's ochtends of 's avonds medicatie slikken, maakt dat wat uit? Dat maakt wat uit, in die zin dat als u ervoor kiest om van 's ochtends naar 's avonds te gaan, dan kan de opname wat anders zijn en kan het tot een verandering in spiegel leiden. Dus switch daar niet in, behalve als het incidenteel een keertje voorkomt. Wat wel van belang is, is dat dit ook wel een mogelijke oplossing kan zijn in patiënten die toch niet goed instelbaar zijn. In een deel van de mensen die niet goed instelbaar is, met wissende TSH-waarden, is het zo dat als je van 's ochtends naar 's avonds gaat, dat je dan wel wat stabielere waarden kan bereiken. Okay. En kun je dat dan zelf doen? Stel, ik heb al 2 jaar lang slik ik hem altijd 's ochtends. Ja. En ik wil het 's avonds gaan doen. Moet ik dat dan opbouwen? Of hoe doe ik dat? Nee, wat u doet is dat u dat van de een of op de andere dag... Volgende dag ga je hem gewoon 's avonds nemen en dat hou je dan aan. Ja. Ja. Ja, want zo zit ik net ook te denken. Ik kan me voorstellen als je hem al vergeten bent. Dat je denkt, oh, en ik heb ook al koffie ondertussen gehad. Dus dat is best wel even een afweging. Maar eigenlijk zegt u,
vanwege die lange tijd die levertyroxine nodig heeft om afgebroken te worden in het lichaam, is het niet zo heel erg als het dan een keer gebeurt. Nee. En het belangrijkste is in de hele beoordeling van de bloedwaarde, is het wel goed om dit natuurlijk aan de arts te vertellen. Ja. Als dat heel recent is opgetreden, dan kan je dat misschien wat eerder terugzien in de bloedwaarde dan dat 5 weken geleden een keertje is opgetreden. Ja, duidelijk. Nou zitten we hier in het prachtige Erasmus Medisch Centrum. Natuurlijk een van de mooiste ziekenhuizen van Europa volgens mij. Wanneer komt een patiënt in het Erasmus terecht met een schildklieraandoening, vroeg ik mij af. Ja. Nou, er zijn eigenlijk 3 mogelijkheden. 1 is op het moment dat je een ziekte hebt, een relatief zeldzame schildklierziekte hebt, die niet in andere ziekenhuizen behandeld wordt, bijvoorbeeld bepaalde vormen van schildklierkanker. Een andere reden om hier te komen is op het moment dat je eigenlijk een veel voorkomende schildklierziekte hebt, zoals die Hashimoto, die auto-immuun lage schildklierfunctie die ik noemde, maar dat mensen toch klachten hebben die blijven bestaan, dan wel dat ze niet goed instelbaar zijn qua schildklierhormoon, toch wissende waarde hebben om te kijken van hey, is er een reden om te achterhalen wat de oorzaak daarvan van is. En een derde is als mensen meedoen aan klinische studies, zoals de studie die net ook in de presentatie is genoemd. Het is een academisch centrum, dus we doen veel aan wetenschap. En deze studie is vanuit het Erasmus samen met andere ziekenhuizen ook opgesteld, die T3 voor Hypo Trial. Nou, u refereert er al even aan, de T3-T4 Trial, een heel groot onderzoek wat hier gestart is. Hoe kom ik daarbij als patiënt? Ja, nou wat een belangrijk iets is voor het onderzoek is dat het zich richt op mensen met restklachten. Restklachten bij de meest voorkomende oorzaak van een lage schildklierfunctie en dat is die Hashimoto, die auto-immuun lage schildklierfunctie. We richten ons enkel op mensen die dit hebben om te voorkomen dat we niet patiënten vanuit verschillende categorieën met verschillende achtergronden krijgen. Simpelweg omdat we nu de kans hebben om 1 goede studie te doen, waarbij we een definitief antwoord willen hebben of deze therapie nu wel of niet werkt. En zoals ik ook al even noemde, zijn in voorgaande studies toch veel zaken fout gegaan in die zin dat er verschillende typen schildklierziekten ook betrokken zijn. Dus we richten ons echt op mensen met een auto-immuun schildklierziekte die op T4 zitten, die ondanks normale TSH-waarden restklachten hebben. Restklachten, zoals ik ook al even noemde in die presentatie, kan een breed scala zijn. Dat is voor de meeste mensen ook een breed scala aan klachten. Maar een voorwaarde voor deze studie is dat de vermoeidheid, die een groot effect heeft op het dagelijks leven, dat is een voorwaarde die wel aanwezig moet zijn. Want we willen wel op een of andere manier een homogene, een gelijke groep van mensen in deze studie betrekken. Met elkaar kunnen vergelijken uiteindelijk ook. En dat is ook vrijwel de meest gehoorde klacht, die extreme vermoeidheid die met niets te vergelijken is. Ja. Ja, nou dat is exact de reden waarom we ook dit criterium hebben genomen voor de studie. Ja. Maar die combinatietherapie T3-T4, die bestaat natuurlijk al langer. En stel nou, ik ben een patiënt, ik kom niet in aanmerking voor dit onderzoek. Bijvoorbeeld omdat ik geen auto-immuunziekte heb als oorzaak voor een niet traag werkende schildklier, maar door andere oorzaken daaraan leid. Kom ik dan wel in aanmerking van die combinatietherapie? Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Als we kijken naar bijvoorbeeld een richtlijn van de Europese schildklierorganisatie, de ETA, die adviseert inderdaad dat op het moment dat er restklachten zijn onder T4 gebruik en normale bloedwaarden, en normale bloedwaarden bedoelen ze daarmee waarden binnen het referentiegebied, dan kan je een behandeling met T3-T4 combinatietherapie overwegen op het moment dat er geen andere duidelijke verklaringen zijn voor die restklachten. Daarbij is het wel van belang dat dit iets is waar geen hard bewijs voor is dat het effectief is, deze combinatietherapie. En waarvoor het dus ook belangrijk is dat de voorschrijver ook enigszins ervaring heeft met het voorschrijven hiervan. Omdat je de hoogte van de T3 moet relateren ook aan de hoogte van de T4 dosering. Dus het advies zou wel zijn dat je dan, als er een indicatie voor is, wel op zoek gaat naar een behandelaar die daar inderdaad wat ervaring mee heeft.
Ja, maar het is dus duidelijk geen experiment. Het is heel duidelijk dat het in de ETA door de Europese richtlijn al aangegeven wordt dat het een mogelijke behandeling is. En dus zo'n proefbehandeling zou een mogelijkheid zijn om die restklachten terug te dringen. Ja. Waarbij u heel duidelijk aangeeft, zoek naar iemand met de juiste ervaring op dat gebied. Ja, correct. En daar kan een, neem ik aan, een huisarts of als een patiënt onder behandeling is van internist en endocrinoloog ook bij helpen om op de juiste plek dan behandeld te worden. Ja, correct. Nogmaals, op onze website kijk voor meer informatie over deze hele belangrijke studie. Deze presentatie die we nu opnemen komt daar ook in het dossier optimaal instellen. En we hebben op onze schildklier.nl nog veel meer filmpjes, webinars, informatiedossiers staan. Dus ik hoop dat we hierbij heel veel schildklierpatiënten weer informatie geven die helpt bij het bereiken van een zo optimale kwaliteit van leven. Want dat is uiteindelijk de reden dat we het met elkaar doen. Dank u wel voor de ontvangst en voor de presentatie. Ja, dank u wel.